Zeer, zeer, zeer goeiemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remers. Ik ben maar pas wakker. Ik ben hier een lekkere koffie aan het maken. Moet ook gebeuren, hè mensen. Koffie maken. Dus voilà. Daarna heb ik ook nog een filtertje nodig. Voilà, die hebben we er nu ook weer al bij. Een filter eruit halen. De andere rest zetten we achter de camera neer. Dan plooi ik dat altijd. Dat we dat een hele mooie plooi kunnen hebben. Zien jullie het? Wauw. Daarna steek ik dat in mijn koffiefilter. In mijn koffiezetapparaat. Kijk, je ziet, ik heb heel weinig voedsel momenteel in mijn woning. Maar daar gaat binnenkort wel nog eens veranderingen komen, dat dat terug goed vol staat. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 schepjes. Dan zet ik de koffiemachine aan en dan kan de heerlijke koffie beginnen door te lopen. Ik zou zeggen, ja, dan kunnen we zelfs koffie drinken. Yay! Jullie van de timeslap van de koffie hebben genoten, wanneer dat het gevuld is. Ik moet hem nog bezien, de timeslap. Dus maar nu ben ik even aan het zoeken naar mijn onderzetter. En die zie ik ook liggen. Ja, die ligt daar bij de Uno bakje, de ja, laatste. Ja. Ik ben mij al aan het haasten, dat is hier toch? Ja. Voilà, zo. Kan ik die ook neerzetten? Dankjewel, schatje. Daarna ga ik ook nog de Rumi Cup, waar we gisteren hebben gespeeld, nog wat verder opruimen. Dan ga ik zelfs nog wat beschuitjes eten. Ja, meer is er niet in de woning. Wat je nog deze avond gaat eten, ik weet het niet. Dat ga ik ook nog eens zien wat ik nog in de diepvries heb steken. Juist, goed gezegd, schatje. Misschien heb ik daar ook nog wat voedsel in steken. Hopelijk, hè? Hopelijk, ja. Ik moet nog een paar rummikupsteentjes er doen. Trieter. Voilà. Ik kan me netjes staan, dat is toch schoon, hè? Ja. Mijn schatje is verliefd op mijn kabinetje. Dan eens even kijken wat ik nog in de diepvries heb steken voor deze avond. Kroketten. Meer niet. Ik heb nog meer dan niks, hè. Ja, met wat erbij dan? Ketchup of zo? Ja, maar ik heb wel geen vlees, dat is het probleem. Kroketten met gele currysaus. Jee, dat gaat lekker zijn. Jo. Voor mij is dat lekker. Ja, mensen. Kijk eens hoe leeg dat ook met een koelkast is. Ik heb hier nog renadine en staan. Die zal ook wel al helemaal slecht zijn. Ja, die moet ik ook... Ja, ik moet nog eens echt dus mijn kasten nog eens uitpluizen. Dus dat was mijn diepvries. Ook heel leeg. Mijn kasten heel leeg. Oh, dan moet ik nog een spraydisc kopen. Dus even kijken tot wanneer dat die goed is. Tot 2022 en we zitten 24 al. Dus die gaan we zeker niet meer gebruiken. Dus die gaan we helemaal leegkappen. Die mag ook weg, want daar staat ook een datum op van 23. We zitten toch in 2023, hè? Nee, 4. 24, juist, dankjewel. Dus bye bye, zwijn, zwijn. Die is ook voor weg te doen. En deze ook. Oh, nu raak ik niet recht. Oei. Dan moet ik haar eens even helpen. Oh, wacht. Eerst even aanpakken. Weg. Weg. En dan haar even helpen. Nou, oké. Dan niet. Dus even kijken. 22, 22, ja. Ja, schat. Nu zitten we met een probleem, hè. Kijk hoeveel beschuiten dat er nog zijn. Ook niet meer veel. Ik heb deze in de diepvries, maar ik weet niet of jij dat was. Welke? Ik dacht kip of... Maar die je nog zelf in stukjes moet snijden. En daar wil ik je wel bij helpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dus jij er 6 en ik er 5. Ah, je gaat koekjes eten. Oké. Okay. Ik ga je honger niet afpakken, hè, Allee. Oké, okay, dat is heel lief. Heb jij nu al overgevreven gehad? Nee, maar ik ga dat zo laten. Nee, je moest daarover wrijven van die man. Waarom moest ik daarover wrijven? Dat weet ik niet, maar die heeft uitdrukkelijk gevraagd om daarover te wrijven. Ja, dan zal ik er eens over wrijven, hè. En op de slaapkamer ook, hè. Ja, dan gaan we er eens over wrijven, hè. Ja, ik moest daar dus wrijven. Dat is goed zo. Vanaf, hè? Voilà. Dat was waarschijnlijk waar hij niet erop moest. Heeft hij daar ook nog iets gedaan? Nee, zeker? Nee. Oké. Okay. Alleen bij je kamer nog, hè? Ja. Je hoort het, het blijft nog altijd hol. Zo, ik heb het dus afgewreven. Nu ga ik lekker ontbijtje eten. Kijk maar lekker, hier staat mijn beschuit. De koffie staat er. Oei, ik ben nog iets vergeten. De melk, de suiker. Dat mag je wegzetten. Waarom? Ik hoef geen koffie meer. Oké, dan kan ik heilig veel koffie gaan drinken. Jee. Nu ben ik wel de suiker aan het zoeken. Die staat al op tafel, die niet. Oeh, die staat al op tafel. Oeh. Ik slaap nog half, mensen. Ik slaap nog half. De melk ga ik erbij nemen. Nog een kratje melk. Daar heb ik hier nog genoeg staan. Een valassa. En dan mijn chatje koffie maken met beschuit en choco. Dus dat gaat mij lekker smaken. Tot ziens allemaal. Yo yo yo. Zo, we gaan eens wandelen in... Oh, waar was het nu weer? Borgloon hoor ik net, ja. Vertrekpunt is Kuttenhoven Meersbeemden, vertrekpunt Sittardstraat op de hoek met de N754-3840 Borgloon route. 7.50 Kuttenhoven, Meersbeemden, Oranje Wandeling. Toegankelijkheid en faciliteiten. Honden zijn welkom, maar moeten wel aan de leiband. Eten en drinken staat er niks bij. Oké. Dit is onze speeltuintje voor vandaag. Alsjeblieft, dames en heren. Dit is onze speeltuin voor vandaag. En hier gaan we dus dan beginnen. En dan heel die wandelroute. Dus we gaan ook kasteel Rullingen tegenkomen. Wat Rullingen? Rullingen. Ah, Rullingen. Ik verstond Rullingen. En dan gaan we ook nog een hoeve de Klei tegenkomen en kasteel de Klei. De Klei is het, de Klei. Dus hoeve de Klei en kasteel de Klei. En kasteel Rullingen. Dus wij zijn heel dicht bij aan het wandelen, ook bij de herk zie ik. Daar moeten we 2 keer over en dan nog eens over in een klein beekje 2 keer. En dan zie ik ook nog wat, denk ik, akker zie ik ook. We gaan ook bos tegenkomen. We gaan ook bebouwing tegenkomen. En een kasteel en grasland. Valassa. Dan gaan we allemaal tegenkomen. Ik zal zeggen, veel kijkplezier met deze nieuwe eerste wandelvlog in 2024. Zo mensen. Dankjewel auto. Nog een keer. Zo mensen. We zijn op de locatie in Borgloon /Wellen aangekomen voor een leuke wandeling te doen. Ik heb mijn harnas aan, dus ik heb ook een GoPro bij, ik heb ook een powerbank bij voor als het nodig is dat mijn batterij bijna plat is, kan ik die nog gauw insteken. Heb je mijn deur al op slot gedaan? Uw deur is al ook al op slot, ja. Moet je daar nog in zijn? Ja. Hier. Dan naar Ginder draaien met de sleutel, naar die plakkaatje toe. Naar het spiegeltand. Voilà, ja. Dus we zijn hier dus bij Kuttenhoven aangekomen. En dan gaan we nu dus de Oranje Wandeling doen. Ik ga zeggen, veel kijkplezier met de timeslap. Dus ertussenin ga ik dus dan niet filmen. Maar geniet maar wel van de timeslap. Dus die deur is op slot. Ja, die deur is op slot. Tot straks allemaal. Zo mensen, een timeslap zal er niet in zitten. Maar ik zou wel mooie beelden ook wel schieten als die er ook zijn. Van hier van Kuttenhoven. Kijk, mijn harnas is er wel kapot. Ik had de verkeerde harnas dus aangetrokken. Waardoor dat mijn GoPro daar eens een keer omlaag vallen. Maar we gaan wel de Oranje Wandelroute doen. Ik ga ook heel veel mijn broek moeten optrekken. Dus we gaan dat wel eens zien. En hier zijn ze precies ook nog aan het werken. Voor wat mooier te maken natuurlijk. Hier hebben we ook een hele mooie ingang. Van die kasteelginder van Kuttenhoven. En dan gaan we zo verder wandelen. Dan hebben we hier ook de Rullingenbeek. Even kijken hoe die staat. Ik hoor hier ook een kleine watervalkje. Wauw. Voilà. Ik zou zeggen, geniet maar van de natuurbeelden. Ik ga proberen er ook wat een muziekschitter onderkant te plaatsen. Want ik ga daar ook niet meer te veel over praten. Dus ik zou zeggen, geniet maar van de. Dan komen we hier ook nog in een hele mooie plantage tegen. Ik weet niet wat voor bomen dat het is, maar de bloesems beginnen ook al uit te komen. Voilà, dat zien jullie. Dus ik weet niet of het appel- of perenbomen zijn. Kan iemand dat dus in de comments achterlaten? En dan zijn er ook nog fietsers achter mij en ook wel heel mooi die klim op is terechtgekomen. En dan twee, weer al, Twee gezonde fietsers. Ach ja. Ik ben hier goed door aan het wandelen. Ik probeer nog voor jullie altijd hele mooie content te maken. Het is ook redelijk weer. Dus daar gaan we er maar voor, hè. Allee. Ze biedt nog eens wat mooie beelden shooten. Ik zal het zo zeggen. Ik hoop dat ik op de juiste wandeling ben. De Oranje Pluske ben ik nu aan het volgen. Ik kon ze ook eerlijk zo erop hebben gezet, hè. En dan komen we hier een plakkaat tegen. Hey, hoe hij huivert in onweer. Haar en kreun bevroren in een schicht wit licht. Dan krijt en splijt, breekt en valt weer. Of veert in slow motion. De stilte erna, het gegevelde loof. De geur van het gekneusde gras. Van Herman Rohaert. We zitten nog altijd in Borgloon, zie ik. Toch wel een mooi tekstje. Moet ik wel eerlijk toegeven. Hassen. We gaan onze wandeltocht verder zetten. Dus ik hoop dat jullie ervan genieten. We zijn hier weer al aan een kruispunt aangekomen. Nu moeten we dus richting zo wandelen. En daar een leuk beekje. Hier wat modderig. Maar dat maakt onze wandeling niet extra leuk of zo. Het blijft altijd leuk. Boven, je komt toch wel heel mooie gebieden tegen. En ik ben gemiddeld tegen 6 km per uur terug al aan het wandelen. Dus dat betekent dat ik die wandeling ietsjes meer dan een uur nodig ga hebben. Om helemaal rond te wandelen. Maar een uurtje, dat kan ook al deugd doen. Dat kan echt al deugd doen. Om ook eens mijn gedachten toen te verzetten. Maar terug wat conditie opbouwen voor tijdens de lente en de zomermaanden te kunnen gaan wandelen. Van wandelroutes van 10 kilometers en meer. Nu ben ik gewoon 7 kilometer aan het wandelen. Een opwarmerke noem ik dat. Maar ik kan je wel één ding zeggen. Ik voel het wel. Ik voel het heel fel. Oh. En ik zeg het u. Het uitzicht hier in Kuttenhoven is wel echt heel mooi. En ik begin nu ook al wat buiten adem te geraken. Maar ja, dat maakt niet uit. Zo oefen ik ook op mijn conditie. Ik heb deze morgen maar 2 beschuitjes gegeten, een tasje koffie en nu wandelen. Zeg het maar, mensen. Je bent toch gek, man, in uw hoofd. Tja, dat ben ik maar gek in mijn hoofd. Ik denk dat je toch nog weer aan mijn conditie moet gaan werken. Dat gaat me echt niet lukken, man. Ik moet terugkeren. Ik moet terugkeren. Ik kan er meer, man. Gewoon rustig terugkeren. Sorry, mensen. Oh, man. Was dat toch met mijn conditie? Niet goed. Ik voelde wat... hoe moet ik het zeggen? Ook hartkloppingen. Nee, dat is niet leuk. echt niet leuk. Ik moet het echt op stop zetten. Nu is het deze keer niet mijn lieverds zijn schuld dat ik vervroegd stop met wandelen. Dat ik de wandelroute toch niet heb kunnen uitdoen. Nog geen 7 kilometer, nog niet. Damn you. En ik wou al, als het lente is, al tussen de 10 en de 15 kilometer gaan wandelen. Dat gaat... Oh, fucking hell. Moeilijk zijn. Oh, fucking hell. Maar wel al trots zijn. Dat ik misschien nu wel al 2 kilometer heb gewandeld. Nu nog eens 2 kilometer terug. Dat is toch ook al rap 4 kilometertjes dat ik heb gewandeld. Dus mag ik wel trots ook al op zijn. 4 van de 7. Dus jammer genoeg van de laatste 3 kilometertjes dan niet. Holy shit. Dus ik heb het doorgewandeld. In principe wel. In principe wel. Dan wat er dan nu nog op programma staat is ja, de wandeling is ferm ingekort. Nogmaals, sorry. Ik ga dan richting Bea haar thuis, mama haar thuis toe. Om ja, daar ook mijn auto dan, ja, of mijn kabinetje dan te sjouwen. Voilà. Nee, ik kan echt niet meer, man. Dat is allemaal van dat ik ook te weinig heb gegeten. Dat doet er allemaal aan toe, hè, mensen. Dus ook als je een goede wandeling wilt gaan doen, moet je ook goede voorbereidingen hebben gedaan. Dus dan bedoel ik daarbij goed eten, goed drinken. Genoeg veel vocht opnemen. Goed kunnen slapen de dag ervoor, voordat je zo'n wandeling gaat doen. Nee, ik kan het echt niet meer, man. Zelfs met deze berg op gaan te wandelen, heb ik al veel moeite nodig. En het is nog een klein stukje dat ik nog moet gaan wandelen, voordat ik aan mijn wagen ben. Of beter gezegd aan mijn kabinetje. Ah ja, nog iets heel leuks voor jullie dan. Dat is... kijk, als ik mijn microfoontje niet toehoud. Laat het hier eens onderaan in de comments weten. Voor een naam voor mijn kabinetje. Ik zal zeggen, jullie hebben daar de tijd voor tot eind deze week. Dus ja, deze vlog is maandag online gekomen. Dus tot zondag hebben jullie dan de tijd om een naam door te geven. Dan de naam die dan door, al de namen die dan door is gegeven, ga ik in een poll gooien. En dan, dus binnen 2 weken, weten we dan de naam van mijn kabinetje. En dan wordt dat de officiële naam van mijn opvolger, van mijn boeleke. En waarom dat ik mijn vorige wagen boeleken heb genoemd, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kan hier op elk moment daar gewoon hier neervallen. Neervallen van duizeligheid. Van te wandelen. dat ik het niet meer gewoon ben. Nee, ik ben gewoon om livestreams te doen. Tegenwoordig blijkbaar. Of gewoon achter mijn computer te kruipen. Series te kijken, films te kijken. Dat doe ik tegenwoordig veel. Maar wandelen? Amai man. Nee man, ik ben echt tip bij mij. Ik ga echt heel blij zijn als ik echt terug aan mijn wagen ben. En ja, weten jullie ook nog de vraag, wat voor bomen zijn dit? Appelen of perenbomen? Laat het even in de comments weten. Oh. Oh, het is toch nog redelijk altijd zo ver terug wandelen, jullie zien het. Dus ik ben denk ik weer al een goede kwartier aan het wandelen terug. Dat betekent, ik doe ongeveer altijd per kwartier een kilometer. Dus dat betekent dat ik toch al meer dan een kilometer en een half tot 2 kilometer toch ben opgeschoten terjuist. En nu nog daar nog helemaal terug wandelen. Ja. Ik ben back off. En sorry dat ik ook zo toen mijn GoPro nog op het kabinetje stond. Je zegt van ja, ik ga nu een timeslapje maken dat het er niet is van gekomen. Ja, ik ga het nog eens zeggen. Mijn harnas is stuk. Dus sparen voor een nieuwe harnas. Voor deze lente. En dan terug wat leuke filmpjes opnemen met mijn harnas. Misschien ook zo over de kermis wandelen, over noem maar op. Maar ik kan je één ding zeggen. Mijn licht gaat uit zijn als ik terug weer bij mijn wagen ben. Of bij mijn kabinetje. Dus ja, ik ga dit fragment nu afsluiten. En als ik dan te bied bij mijn kabinetje is, dan gaan we richting bij haar mama toe. Om ook daar het kabinetje is te laten zien. Want zij wou die ook zien. Dus ja, waarom dan ook niet? Je moet niet per se thuis zitten om thuis te zitten. Ik zal het zo ook zeggen. Altijd dingen zoeken wat ook leuk zijn om te doen. Zoals gisteren, ja, is er geen content gemaakt, bij wijze van spreken. Het is ook maar een praatvlog geworden. En ja, heb ik gewoon maar Rummikub zitten te spelen. Hebben we Ghost Adventures zitten te kijken. Moet ik daar dan over vloggen? Nee. Allee. Mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Nu kom ik toch wel stukjes af aan mijn wagen aan, of beter gezegd aan mijn kabinetje aan. Dat is een klein stukje rechtdoor. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Ik zweet me kapot. Voilà, hè. Dat weten jullie dan ook alweer. Zo mensen, nu zien jullie het ook wel dat ik gewoon zweet en al. Ik ben aan mijn kabinetje aankomen, dus geen zorgen maken. I made it. Dus nu is het even nog in een time-out voordat ik ga rijden. En dan rijden maar! Yo, 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 yo. Wat vinden jullie eigenlijk van mijn kabinetje langs binnen? Wauw! Ja, wij vinden dat wel, maar wat vinden de mensen ervan? Ja, wat vinden jullie daarvan? Laat het in de comments ook maar eens weten. Ze zal 3 opdrachten voor in de comments te steken. Yo, yo, yo. Ik ben terug op mijn appartementje aangekomen. Ik ben stiek kapot. Ik ging ook naar de frituur toe om voedsel te kunnen bemachtigen. Nee, dit is uitverkocht. Ah! Ja, het is zondag hè. Dan leveren ze ook niet. Jammer. Jammer, 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 jammer. Maar ja, dan weten jullie dat. Ik ben nu terug op mijn appartementje veilig en wel aangekomen. Even hier alles op de zetel zetten. Voilà. En als je gaat eten, smakelijk. Dank u. En ik zal wel kijken wat ik nog kan eten. Normaal gezien zie je nog wel een en ander wel goed. Of gewoon droge kroketjes hè, met gele currysaus. Toppie! Allee, tot straks allemaal. Yo. Kom ik hier thuis aan, dan zie ik in één keer... Oei, mijn computer staat uit. Mijn naam valt met €1. Ik was ook nog in een vlog in elkaar aan het steken. En dan heb ik op afsluiten geklikt. En vergeten dat eraf te halen in plaats van het programma af te sluiten. Dames en heren. Ik ga nu heerlijke... dus ik heb toch nog iets hier thuis staan. Heerlijke vanillepudding maken. Vanillepudding power. Powder. Of poe. Nee, poeder. Ja. 6 porties is 1 zakje Imperial pudding, 75 gram suiker en 3/4 liter melk heb ik daarvoor nodig voor 1 zakje. Jij ook? Dan ga ik er 2 zakjes van maken, dus dan wordt de inhoud verdubbeld. Dan is het 1,5 liter melk. Maar ik doe altijd ietsjes minder dat het dan wat dikker is. En 75 gram maal 2 is 150 gram suiker. Voilà. Voor dan 12 porties te hebben. Maar ja, die rekenen dat uit op in een kleinere kommetjes. Dus, maar wij hebben dus alleen hier zo van deze kommetjes. Dat zal ik jullie laten zien. Voilà. Zo van die hele grote kommetjes. Ja, ik weet niet hoeveel dat er juist in geraakt, dat staat er ook niet op. Maar ook wel al redelijk veel. Dus zo ga ik er denk ik 3 vol hebben dan, met 1,5 liter. Nu, voordat ik aan de vanillepudding ga beginnen, ga ik ook mijn vlog in de upload gooien. En dan beginnen aan de vanillepudding. Ik ga daar een kleine timeslapje van maken, dames en heren. Nog een kleine timeslapje zit er dan nog aan te komen. Dan zien jullie mij ook roeren en al. Ik ga dan ook kijken van, waar kan ik het best aan mijn camera zetten? Is dat hier zo? Dat jullie dan mij ook dan hier zo zien roeren. Maar dan zien jullie mijn pannen niet. Dus dat is ook dan weer al niet goed. Dan gaan we dat eens een klein beetje lager zetten. Zien jullie dan mijn fornuis? Dus even kijken als ik daar in een pannetje opzet. Voilà, een pannetje genomen. Dus even kijken. Zien jullie dat? Even meekijken. Nee. Dan gaan we nog een stap lager. Zien jullie het dan? Dus even kijken. Mijn vinger. Nee. Dan gaan we nog een stap lager. Ik kan dat nog lager maken. Maar dat is dan het allerlaatste wat ik dan kan maken. Joink. Zien jullie dan mijn pannetje wel? Ja. En dan kan ik hier ook nog perfect roeren. Toppie, voilà staan. Ik heb alles gevonden. Dus dan gaan we de ingrediënten erbij even halen. Dat is de suiker. Voilà, de suiker. De maabeker. Check. De weegschaal. Check. Voilà. Maar vooraleer dat ik alles ga doen, nog 1,5 liter melk. Voilà, dan heb je daar sowieso bij 2 bussen voor nodig. Dan doe ik in de maatbeker een 1,5. Dus ik doe het dan tot tussen de 400 en de 450 milliliter. Oh, eens even kijken. Mag nog ietsjes bij. Oh, ja. Voilà. Dan heb ik nu ook al 1,5 liter melk. De andere melk zetten we dan gewoon terug in de frigo. Voilà. Dan hebben we onze weegschaal. Onze weegschaal, voilà. Die zet ik nu op aan. En daar gaat dan 150 gram suiker in komen. 150 gram. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 147, 48, 49, 150. Voilà. Stoppen met gooien. Perfect erop. Perfect erop, man. Dan. Wat doe je dan? Dan, dus je hebt die onderhalve, dus dan zet mijn weegschaal ook weer al terug. Terug weg. Voilà. Daarna. Dus even kijken. Dit is hier een snelkookvuur. Doe ik al wat melk bij. Niet alles uit deze maatbeker. Dus ik laat dit er nog in. Voor dat met mijn poeder te kunnen opkloppen. En deze melkbus, die doe ik dan integraal, dat is toch een liter, integraal, dus ik hoop dat, dus dat Everyday dat echt ook altijd letterlijk met een liter erin doet. Voilà, bij mijn andere melk. Voilà, dat is dat al. Deze zetten we dan ook weer al weg. Wat doen we dan? Dus ik ga dat ook al opzetten op 6. Voor het toch snel laten te koken. Pakken we 2 poederzakjes. Dus kloppen die echt goed naar beneden toe. Voilà. Dat alle poeder toch naar onder is. En dan doet je die poeder, die gooit je dan gewoon hierbij. Voilà. Dat is nummer 1 zakje. Zakje nummer 2 opnieuw juist hetzelfde. Probeer ik alles zo goed mogelijk naar de onderkant te gaan. Pak ook mijn klopper terwijl ik erbij, steek ik die even daarin. Oh, het ruikt toch al goed, mensen. Voilà. Dan pak je uw klopper. En dan klop je dat echt tot dat echt een hele mooie gele geurtje, gele kleurtje heeft. En dat al het poeder mooi gemengd is met de melk. Ik zal zeggen, geniet niet maar van de timeslap. Dat jullie van mijn roerkunsten hebben genoten. Ik kan je één ding zeggen, jullie hebben het misschien wel gezien in mijn timeslap. Het is maar een nipte geworden. Kijk maar mensen, het is maar een nipte geworden. Het komt er gewoon bijna erbovenuit. Oei, 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 oei. Maar per geluk. Kijk, ga ik er nu weer wat eruit halen. Hupsateree. En doe ik dat in de kommetjes. Maar jullie zien dat dus weer al niet, hè? Dat ik dat in de kommetjes doe. Voilà, dan doe ik dat hier zo. Voilà. Dan zien jullie hoeveel dat ik smolder. Voilà, kom ik in nummer 1. Is gevuld. Kom ik in nummer 2. Wordt nu gevuld. 1. 2, 3 en 4 pollepels, alstublieft. Die is ook goed vol. Nu nummer 3. 1, 2, 3 en 4. Voilà. die zit ook weer goed vol. Deze zetten we dan hier. En nu nog de laatste. Stop ik altijd mijn pollepel goed uit. Ja, daar gaan we niet aan sabberen. En dan mijn laatste kommetje, die vul ik dan ook weer al helemaal vol. En dan, wat ik meestal doe, is dit. Oei, oei, oei. Oh, ik heb gesmodderd. Dus eet ik ook nog het kastrolletje op. Maar nu heb je 4 kommetjes vol, boemvol, met vanillepudding heb ik gemaakt. Voilà. Als jullie dat ook gaan maken, ik zal zeggen bon appétit. Dat is in het Frans. Dus laat jullie smaken. En ook nog een tip voor de maatbeker. Zet die onmiddellijk in het water in de week. Ook wat je allemaal hebt gebruikt, of anders is dat echt heel moeilijk om af te wassen. Voilà. En als je het kassolleken ook zo nog verder gaat opeten als hij nog warm is, let ook op dat je u niet verbrandt. Voilà. Voor de rest ga ik nu ik ga nog wat series kijken. Voor de rest ga ik mijn vlog nog in de upload nog heel snel gooien. En dan ga ik nog wat series kijken. Dus dan zit de dag er weer bijna zo goed als op. En dan kijk ja. Ik heb eigenlijk niet meer veel te vertellen wat we nog vandaag gaan doen. Dus ik heb het jullie gezegd, dus als ik thuis ben en ik kan hier geen goede content maken, dan stop ik ook even met vloggen. Omwille van, anders gaan jullie dat ook te saai vinden. Voilà. En vergeet ook niet u in te schrijven op de 66 LAN. Dus alle informatie vind je op www.sycotv.be. Ik herhaal www.sycotv.be. Kijk op mijn website, klik op de nieuwspostje van 66 LAN. Ik probeer die altijd als eerste post te zetten. En daar staat ook een link, ofwel klik je op de link met de logo van hun LAN-party. Dan schrijf je ook integraal rechtstreeks in via mijn link dan. En dan als je er 20 tickets zijn verkocht, kunt jij bijvoorbeeld nog een tweede ticket nog weggeven aan iemand anders. Dus een soort giveaway wat ik heb georganiseerd met de 66 LAN. Voilà. Bij deze ga ik jullie nu laten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belkje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream aanwezig gaat zijn. PS, dus daar gaat nog sowieso nu dan iets aankomen. Als ik PS zeg, dan komt er nog iets aan vast. Momenteel, hoe ik mij nu voel, ik ga dat ook elke vlog proberen weer te geven. Ik voel me redelijk. Niet goed, niet slecht, maar redelijk. Ik ben gewoon bij afval. Ik heb geprobeerd gaan te wandelen, noem maar op. En ik voel me nog altijd wat down. Voilà, bij deze. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.